Deze week kijken we naar een eerbetoon aan Guus Meeuwis in de Efteling, zien we een optreden bij het Milieucafé van Famke en Robin en vertelt Jacqueline Hamelink meer over het bijzondere Bach-project waar ze momenteel mee bezig is. Leuk dat je weer kijkt naar cultuur. Dit is het singeltje van Vagant waar het mee begonnen is. Het is een nacht en het is een lange dag en een mooie dag en een lange reis geworden. En ja, wat een felicitatie waard. 25 jaar in het vak, ondernemer, artiest, mooi mens, fantastische Brabander. Nou, dat is een sprookje zou je zeggen. Dus volgens mij zijn we hier op de goede plek vanaf. Langs de oneindige fantasie, waar niets is wat het lijkt. Een wereld vol geheimen, weg van de werkelijkheid. Zo'n gebeurtenis kun je niet zomaar voorbij laten gaan. Nou, het is een graag geziene gast hier. En ja, goed, dan is een idee zo geboren. Alleen het is niet in 2 weken heb je zoiets als dit, Akanura met de zachte G. We zijn dat sinds juli 2019 zijn we hier al mee bezig. Hebben we arrangementen van de Efteling, arrangement van Guus. Kijken we welke goed bij elkaar kunnen passen. Vervolgens in maart hebben we dit met een 60-koppig orkest hebben we dit opgenomen. En in augustus is Wet, dat is de producent van dit mooie, deze attractie, zeg maar deze jukebox, is hier naartoe gekomen. En de laatste 2 weken hebben onze mensen dag en nacht gewerkt om de puntjes op de i te zetten. Dat je het 25 jaar vol mag houden en dat de mensen het 25 jaar leuk vinden dat je er bent en dat ze er plezier aan beleven. Maar je de allereerste keer dat je op de radio bent met Het is een nacht, het eerste keer opkomen in Eindhoven, de eerste paar jaar met mijn vriend in een busje. Club Zoveel, wat we nu aan het doen zijn, is een hoogtepunt. Royal Albert Hall, Parijs. Maar het zit hem ook vaak gewoon in de kleine dingen. Dat je mag doen wat je heel erg leuk vindt. En dat je het iedere keer lukt om jezelf uit te drukken in iets wat het allermooiste is wat er is. En dat is muziek. Ik ben nog wakker en ik sta aan het plafond. En ik denk aan de dag lang geleden begon. Het zomaar er vandoor gaan met jou. Het is ook niet zo dat ik een plan heb voor 25 jaar of zo. Nee, ja, ik wil inderdaad gewoon eerst even inhalen wat er nog staat. En ik denk dat het op het moment dat dat mag, heb ik ook het gevoel dat het allemaal weer goed is. Dus daar kijk ik erg naar uit. En niet alleen voor mezelf, maar eigenlijk voor alles en iedereen in Brabant en in Nederland, bij wijze van. En vanuit de mooie dingen worden ook weer nieuwe dingen geboren. Dus ik denk dat ik voorlopig gewoon even bezig blijf. Het is een moeilijke en een complexe tijd. En als voorbeeld vanavond, we hadden heel graag met gasten, maar ook vooral met onze medewerkers hier dit feest willen vieren. Maar helaas gaat dat niet. Waarom het niet doorgaat is te accepteren, want er is gewoon een pandemie in de hand, daar hebben we rekening mee te houden. Ik zeg wel eens gekscherend, als ik mezelf kapot had gekaraokeet op een donderdagavond in de kroeg en mijn stem was kapot voor een half jaar, dan had ik het niet kunnen verkroppen. Maar dit is natuurlijk, de reden is zo duidelijk dat we rustig wachten tot alles weer normaal is en dan doen we alsnog een extra groot feest. Ik kom hier vandaan en de kleien onder mijn voeten, die ken ik heel erg goed. En ik vind het fijn dat mensen dat herkennen. Dat betekent dat het nog allemaal hetzelfde is. Wat ik het leuke vind als ik het zie, ook als ik het voor mijn neus zie, de mensen. Het is jong en oud. En dat vind ik heel erg grappig. Zeg, zoals voor de grap, wij zijn de MB-speler. Wij zijn van 4 tot 84. En dat klopt ook. En dat is fijn om te merken dat heel veel mensen er heel veel plezier aan leveren uit alle leeftijdsgroepen. Daar zijn we niet bewust mee bezig om dat zo te doen. Dat ontstaat. We maken eigenlijk wat we zelf mooi vinden en we hopen dat mensen zich daarin kunnen herkennen. En tot nu toe gaat dat goed.
En van deze gevestigde zanger gaan we naar wat jonger talent. Als je de uitzending van het Milieucafé bij Omroep Tilburg hebt gezien, zag je daar ook een optreden van Famke en Robin. Ze hebben echter niet één, maar twee nummers gespeeld. Het andere nummer laten we je hier zien. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? Some big black skies over my town. I know where you at, I bet she's around. Yeah, I know it's stupid. I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, I'm giving it my all. I'm not the guy you're taking home. Oh, I keep dancing on my own. I'm just gonna dance all night. I'm so messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? It's time to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm giving it my all. I'm not the guy you're taking home. Oh, I keep dancing on my own. I keep dancing on my own. I'm in the corner watching you kiss her. We blijven in de muziek, maar nu wel even van een andere orde. Jacqueline Hamelink is in Tilburg en ver daarbuiten bekend als celliste. Waar ze normaal voor gezelschappen speelt, speelt ze in haar Bach-praktijk voor één persoon. En niet alleen ter muzikaal vermaak. Hoe dat zit, kan Jacqueline het beste zelf vertellen. Normaal is de Bachkliniek een voorstelling wat we op festivals spelen en op allerlei plekken op locatie. Dat kon allemaal niet doorgaan. Dus we zijn, ja, zoals bijna alle kunstenaars, ben je opnieuw aan het uitvinden. En ik wil de mensen gewoon heel graag een cadeau geven. Iets heel persoonlijks. Ik hou er heel erg van in al het werk wat ik maak om echt contact te maken via de muziek met de mensen die komen. En dat ze dan ook in contact met zichzelf kunnen komen. Dus dat is eigenlijk sowieso mijn hele visie van waaruit ik al mijn voorstellingen vormgeef.
probeert iedere keer te kijken van, goh, wat past er nou bij hetgene, hè, want ze delen altijd even wat met mij, om hoe ze zich op dit moment voelen en waar ze behoefte aan hebben. En dan probeer je op dat moment te kijken wat er nodig is. En onderweg vouwt dat zich eigenlijk uit. Je weet nooit van tevoren wat het wordt. En je merkt, verschillende leeftijden hebben heel erg verschillende reacties. Als er ouders met kindjes komen, die kindjes reageren heel puur en heel direct. Die willen ook overal aanzitten of die gaan soms rondrennen. En dan, dus dat is heel mooi. Ik wil dat mensen zich veilig voelen. Dat ze zeker weten als ze hier binnenkomen, komen ze voor die ervaring. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele besmettingen. Alles is rekening mee gehouden. En ik heb ook met het meubilair wat er is, kan ik daarna, maak ik schoon. Ik heb gelukkig, omdat we natuurlijk de Bachkliniek hebben gemaakt, heb ik erg veel materiaal. Dus alle kussens en alle, die worden daarna gewoon de sloopjes eraf. Die neem ik mee naar huis, gaan in de wasmachine en dan kan ik weer een schone set neerleggen. Ik ben vorig jaar ook gevraagd of ik mijn project Bachkliniek, of ik dat wil onderzoeken in de zorg. En er is ook voor dit project dus een ondersteuning van de provincie nu om dit mogelijk te maken. We hebben al projecten ook gedaan in het Elisabeth Ziekenhuis, waar we 1-op-1 met de andere Bach-specialisten concertjes gaven live via Zoom. Dit is nu een nieuwe vorm. Het is nu een pilot waar we iedere zondag gewoon 4 sessies aanbieden tot en met december. En daarna gaan we weer verder kijken hoe het ontwikkelt, maar het bevalt me tot nu toe erg goed. Dus wie weet. En dan de cultuuragenda. Die ziet er de komende tijd natuurlijk anders uit, want helaas zijn heel veel voorstellingen en andere activiteiten afgelast vanwege de nieuwe coronamaatregelen. We doen ons best om voor je te kijken wat nog wel doorgaat, maar mocht je een bezoekje aan een concert, voorstelling of expositie op de planning hebben staan, let dan goed op welke gevolgen de maatregelen hebben voor die activiteit. In mei van dit jaar brachten schrijver Erik Bieneveld en stadsfotograaf Hans van Dongen een gezamenlijke bundel met gedichten en columns uit. In Plein van de Hemelse Vreedtent wordt Tilburg duidelijk op de hak genomen, maar het is bovenal een ode aan de stad, met zijn mooie en minder mooie kanten. Ook deze week zie je weer een gedicht uit hun bundel. Koningsplein. Je zou toch maar die koning zijn, naamgever van dit koningsplein. Wat heeft die man misdaan? Vernoem dit plein naar Stalin, Ludo Sanders of Pol Pot. Vernoem het naar de duivel of J. Iscariot. Maar in naam van de koning, daarmee doe je hem geen recht. Een andere naam nog beter, die van burgemeester Becht. En daarmee sluiten we deze uitzending weer af. Mocht je nog eens iets terug willen zien of meer willen lezen over de cultuur uit de regio, kijk dan op de Facebookpagina, website of het YouTube-kanaal van Omroep Tilburg. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.